2015. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. En 70 jaar na de bevrijding van ons land. Ook in onze regio heeft de Tweede Wereldoorlog een onuitwisbare indruk achtergelaten. Nog altijd zijn er overlevenden van de oorlog die getuigen zijn geweest van gruwelijke momenten, zoals deportaties en bombardementen. Er zijn verhalen over heldendaden, verzetstrijders die zich verzetten tegen de Duitse bezetter en mensen die onderduikers in huis namen. Stuk voor stuk indrukwekkende, persoonlijke verhalen. In deze documentaire belichten we één van die persoonlijke verhalen. Het verhaal van Gerrit Vos uit Alphen aan de Rijn. Nou, ik ben Gerrit Vos en ik ben geboren Alphenaar. Ik ben geboren in de Ridderbuurt en daarna op de Herenweg. Ik kom in ieder geval uit een groot gezin. Er zijn 14 kinderen geboren. En ik zeg altijd 12 in leven, toen. En mijn vader was boerendaghouder. En de lonen waren niet hoog. Dus het was niet zo'n vetpot. Maar we hebben nooit geen honger geleden. En ik kan niet zeggen dat ik een rotjeugd had, laat ik het zo zeggen. Maar het was wel zo, als je zo'n beetje 6, 7 klassen de loop had, moest je gauw voor school. Want er moest geld verdiend worden. Moest er wat gebeuren. Ja, maar dat vonden we niet zo erg. Want leren was niet zo'n sterke, was niet mijn sterkste zijde. Toen ik op de lagere school ging, toen had Alphen nog maar 18.000 inwoners. En als wij s'avonds gingen we wel eens naar Alphen, zaterdagavond. En dan stonden we voor de hervormde kerk. En dan kwam er iemand voorbij. En dan vroegen we elkaar, wie is dat? Want we konden elkaar allemaal eigenlijk doen. En als er dan een vreemde kwam, dan was het, wie is dat? Zeiden we dan, weet je wel. En daarmee kan ik wel zeggen dat het heel wat veranderd is. Want nou zitten we over de 100.000 inwoners. 9 jaar was de heer Vos toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Hij woonde met het grote gezin Vos in een huis aan de Herenweg in Alphen aan de Rijn. Dat tegenwoordig bekend staat als de Oude Herenweg. Nummer 111. En dat waren oosthoekhuisjes. En toen mijn vader het huurde, toen moest hij nog geen 4 gulden in de week betalen. En als hij het nam, dan kreeg hij ook nog 10 mut kooks van die eigenaar. Die huizen waren van Oosthoek, dat noemen ze Oosthoekhuisjes. En dat was best modern, want die hadden ook een voordeur. Die hadden een voordeur en een achterdeur. En er tegenover woonden 2 daggeldershuisjes en die hadden alleen maar een achterdeur. We hadden een aanrechtje van 80 centimeter, zo'n klein aanrechtje. De kachel ernaast, die werd met hout gestookt. En wat ik me herinneren kan, we hadden ook een voorkamer, maar dat mochten we alleen zondag zien. Die werd door de week niet gebruikt. Het was een soort heilige der heiligen. Ja. Waar zat u op school? Ik zat bij meneer Van der Brink op school in de Hoofdstraat en dat heette de school met de Bijbel. Dus u moest vanuit huis naar school en weer terug? Ja. Langs natuurlijk de Herenweg? Ja, allemaal lopend. Wat was dat toen voor weg? Ja, ik geloof wel, daar ook weer zoiets. Dat weet ik dan niet meer zo goed, want ik heb er pas nog met iemand over gehad. Hij was wel geasfalteerd, maar dat was niet zo best. Er had een hoop gaten in. En waarom weet ik dat? Dinsdags. Dan was het markt, kaasmarkt, in Bodegraven en in Woerden en zo. En dan gingen al die boeren heen met brikken, kaasbrikken, paard ervoor, hele rijen. En dan weet ik wel dat die weg niet zo best was, nee. Maar ja, je kan er haast nu geen voorstelling van hebben. Weet je wel dat wij, toen ik heel klein was, even jonger nog,
dat we naar buiten liepen als we een vliegtuig hadden horen komen. Stil eens. Stil. Ja, een vliegtuig. Dan gingen we buiten kijken. Goh, een vliegtuig. Ik kan me wel herinneren, voor de oorlog had je de mobilisatie. Dat was al roerig en spannend en zo. Toen hing het er al om dat er wat ging gebeuren. Ja. Hoe merkt u dat? Ja, veel soldaten op de weg ook. En kolonnes. En er kwamen regels. Ja, vraag me niet precies wat. Want het was een beetje spannend. Als jongen zijnde. Je had ook geen benul wat de oorlog nou precies was. Maar er gebeurde wat. Er gebeurden veel dingen. En dat maakte het als jongen zijnde spannend. Je zag de ernst er niet van in, laat ik zo zeggen. Maar ik kon wel merken dat mijn ouders, die waren wel bezorgd daarover. Ja, op een gegeven moment vielen ze binnen, de Duitsers, en kwamen ze ook in Alphen. En toen mochten we naar buiten kijken, met de meester mee. Maar we mochten niks zeggen, en we mochten niet zwaaien, we mochten helemaal niks. We mochten alleen maar kijken. Want het was natuurlijk, dat was nogal wat, als die bezetter... U was toen heel jong, maar snapte u toen al wat er gebeurde? Nee. Het was spannend. Precies zo, eigenlijk zoals ik het zeg. Als jongen zijnde. Er gebeurde wat. Het was iets wat alledaags is, dat is niet zo spannend. Maar iets wat... Er kwam een hond tanks door de straat. Dat was wel... Ik kan best me indenken dat mijn ouders zoiets hadden van jongen. Maar als jongen heb je dat niet. Dan ben je lichtvaardig daarover. Makkelijk. En precies heen er als... Ik ging met mijn vader mee in het land. En toen zagen we dat Rotterdam in brand stond. En dat... Het stond echt in brand. Het was één grote rookwolk. Ja, er waren luchtgevechten en op Schiphol zou ook een vliegtuig neervallen. Maar je ervaart het niet als verschrikkelijk. Omdat je nog jong bent. Merkte u toen wat aan uw ouders? Ja, die waren heel bezorgd. Ja. Want het is natuurlijk niet niks om zo'n groot gezin door de oorlog heen te loodsen, als het ware. Want we hadden allemaal eens, zeggen wel eens als dijkers, maar er moest iedere dag eten op tafel komen. En in de eerste oorlogjaren was dat niet zo moeilijk. We deden heel veel. We raapten aardappelen op. Na rapen was dat. We hadden de aardappelen gerooid van het land. En dan ging mijn vader nog met een echter over. En dan kwamen er weer wel bloot en die mochten wij dan oprapen. En we moesten koren rapen ook. Koren, alles enzovoort. Daardoor hadden we goed eten. Ook. De hongerwinter was heel moeilijk. Er kwamen heel veel mensen langs met karretjes, met kinderwagens, met allerlei attributen. En die kwamen allemaal om eten bedelen. En dan mochten ze bij ons mee eten of ze kregen wat. En we hebben één keer meegemaakt. En zoiets vergeet je niet. In een kinderwagen lag een kindje, dat was heel erg ziek. En toen hebben wij gezegd, dan moet je echt mee naar de dokter. En daar zijn ze mee naar dokter Pilon gegaan. En diezelfde dag is ze nog overleden. Ja, dat hoorden we later van de dokter. Maar dat zijn rotdingen, dat zijn moeilijke dingen. Maar het was in de oorlogswinter. De oorlogswinter was heel
Ja, dat kun je eens wat niet beschrijven. Ik kan me herinneren dat de hele... Dat was gewoon... Hele kolonnes mensen kwamen er langs. Er gingen overal de boeren langs en zo. Ik kan me ook nog wel herinneren dat mijn moeder had natuurlijk... Je kreeg bonnen, alles was op de bonnen. En mijn moeder kreeg heel veel bonnen, omdat we veel kinderen hadden. En dan werd... Mijn moeder ruilde weer. Die ruilde het weer voor zeep. Boterbonnen voor zeep en dat voor dat en zo. En voor kleren, dat werd dan weer geruild. Dat kan ik me nog wel, herinneren, ja. Terug naar de nacht van 16 op 17 juni 1944. Het was anderhalve week na de militaire operatie Overlord, beter bekend als D-Day. De geallieerde landingen in Normandië, wat we nu kennen als het begin van de bevrijding van West-Europa. Een gigantische vloot van 321 vliegtuigen nam deel aan een operatie van de geallieerden waarbij een fabriek van synthetische olie in Duitsland gebombardeerd zou worden. Een van die vliegtuigen was een Halifax 3-bommenwerper van het 434ste escadron van de Koninklijke Canadese Luchtmacht, onder leiding van piloot Earl Stuart Dwyer. Dit toestel is beter bekend als vlucht MZ-297, het serienummer van de bommenwerper. Om 11:04 s'avonds steeg het vliegtuig met in totaal 7 man aan boord op vanaf vliegveld Croft in Yorkshire, Engeland. De bemanning vloog naar Sterkrade in Duitsland, waar het de bommen die het bij zich had dropte boven het doelwit. Op de terugweg naar Engeland kwam vlucht MZ-297 in de problemen. Rond 2 uur 's nachts op 4000 meter hoogte kreeg de bemanning te maken met een Duitse nachtjager. Een gevechtsvliegtuig speciaal aangepast om 's nachts of met slecht zicht te kunnen functioneren. De piloot van het Duitse gevechtsvliegtuig zette de aanval in en beschoot de Halifax. Met succes. Boven onze regio raakte vlucht MZ-297 ernstig beschadigd, waardoor het in brand vloog en uiteindelijk crashte in Alphen aan de Rijn. Als je nou eens om een voorstelling te geven. Er waren boven waren er 3 slaapkamertjes. Eén voor mijn ouders, dat was de grootste. En de rest, ik sliep met nog 2 broers in 1 ledikant. Met z'n 3 lagen we in 1 ledikant. En hadden we nog een kamertje, dat was ook veel te klein. Maar dan sliepen er ook tig. En die andere kamer ook, er lag een hele rij. En op de zolder zelf stond ook nog een bed. Zo redden we dat. Op 2 van die aflopende daken, daar zat het. In 2 kamers zat een dakkapelletje. Een dak. Geen dakkapel, zo'n dakluikje. Het hebben een naam, ik kan er niet zo gauw op komen. En die stonden 's nachts half open. Dat is zo'n ijzertje, dan kon je hem een stukje openzetten. En we hadden de hele avond en nacht hadden we al veel vliegtuigen gehoord. En die waren eerst heen gegaan en die losten de bommen in Duitsland. En kwamen ze terug. En ze werden dus opgewacht door Duitse jagers. En toen zijn er die nacht, al in die nacht, al 7 neergeschoten. En 1 kwam. Die hebben ze in Nederland, op Nederlands gebied hebben ze die aangeschoten. En die is brandend. Is die eerst nog naar Boskoop gevlogen. Toen is die over Smolnaars terug. Richting Ridderbuurt. En daar vandaan heeft hij de landing ingezet over ons huis. Nou, hij heeft het net niet geraakt. Maar die is zo laag overgekomen, brandend. En die is een paar honderd meter verder, is die tegen de dijksloot neergestort en over de kop geslagen. En ik heb zelfs nog 1 van de bemanningen of meerdere heb ik nog horen kermen. Maar we hebben toen al gauw hoorden we, dat ze alle 7 bemanningsleden, dat die omgekomen zijn.
En ja, ik heb dat, wat ik nu vertel, dat heb ik heel vaak verteld. Maar als je ouder wordt, dan ga je het meer beseffen wat er precies gebeurd is. Toen zei je dat gewoon, ze waren omgekomen. Maar als je zelf, ik heb zelf nu kinderen en kleinkinderen die leeftijd hadden van toen. En dan ga je er toch heel anders over denken. Want die jongens die hadden ook, die waren voor de nummer in dienst, waren er 6 Canadezen en 1 Engelse. En die jongens die waren ook voor een nummer. En die vochten voor de vrijheid. Maar ze gaven hun eigen leven eraan. Dat besef je later als je ouder wordt. Niet op dat moment. Dan zeg je gewoon, ze zijn omgekomen en daar blijven we bij. En dan heb je, ja, die jongens hadden ook hun dromen. De ene wou misschien boer worden. En de andere dominee. Ik noem maar wat. En die jongste was 20 en de oudste was nog geen 30. Nog een heel leven voor hen. En dat is niet makkelijk. Op deze foto is het bewuste vliegtuig te zien. Toestel MZ-297. Deze foto is genomen op 6 juni 1944, toen de vliegtuigen opgesteld stonden voor D-Day. Ook daar heeft dezelfde bemanning onder leiding van piloot Dwyer met hetzelfde vliegtuig aan bijgedragen. Over de bemanning zelf is verder weinig bekend. Ook zijn er geen foto's van hen te vinden op internet. Het schijnt dat een aantal van hen op deze foto te zien is. Achter het vliegtuig, liggend in het gras. Ik wil hun namen noemen en ik wil zeggen wat er op hun graf staat. En ze liggen begraven op een rusthof in Leusden. En de piloot, die heette Dwyer, 22 jaar. En op zijn graf staat geschreven: vriendelijk, liefhebbend, op allerlei manier. Rechtvaardig tot aan het einde van zijn leven. De tweede heette Bolton, 28 jaar. Sergeant, boordmechanicum. En op zijn graf staat geschreven: hij zocht de glorie van eer en vond de glorie van God. De derde was Keizer, 25 jaar, navigator. Geen grotere liefde dan deze. Dat de man zijn leven laat voor al zijn vrienden. Lumus, leeftijd onbekend, bommenwerper. Morby, 22 jaar, sergeant, boordschutter. Bij zonsopkomst en bij zonsondergang zullen wij hem herinneren. More, 31 jaar, sergeant, boordschutter. Ik heb alles gegeven zodat u in vrede kan leven. Turner, 29 jaar, sergeant, boordschutter. Rust in vrede. Geliefde zoon en broeder. Toen op het moment, en als je jong bent, dan heb je dat niet. Het is er wel, maar ja, je bent er niet zo mee bezig, laat ik zo zeggen. Maar dat is natuurlijk niet vreemd, als je ouder wordt, dat je ook bezorgder wordt. Als je zelf van die gasten hebt. Ik heb al een kleinzoon van 31. Dus dan ga je dit meer beseffen. Zeker. Vlucht MZ-297 crashte uiteindelijk in de nacht van 16 op 17 juni 1944 tegen de Dijksloot. Op de plek waar tegenwoordig winkelcentrum De Herenhof staat. In de verte hoorden we hem al heel lang in de verte. En dat was ook zo'n 4 motoren. En die motoren stonden heel hard. Misschien nog om in de lucht te blijven of weet ik wat, waarvoor. En dat werd steeds erger. En toen kwam die pal over.
En eigenlijk, nou, misschien tientallen later, hoorden we dat hij neerstortte. Tenminste, tegen die dijk aan vloog. Nou, dan moet je denken, dat is de dijk. En daar is hij tegen aangevlogen. En we zijn net bij de oude heren weg geweest. Daar zo'n beetje, 50 meter, zo, dat hele gebied, daar lag hij. Want het lag niet op een hoop, het lag overal verspreid hoor. Hij is helemaal ja, te pletten gevlogen tegen die dijk. En hij brandde al, dus ik kan zelf wel begrijpen dat het een ravage was. Op 4 mei herdenken we de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Op 5 mei vieren we onze vrijheid. Ze moeten het beseffen. Wat er gebeurd is. En dat je nu al 70 jaar in vrijheid leeft. Hoeveel delen van de wereld zijn er niet die het alleen maar oorlog is. En niet vrij mag denken en doen. Bevrijdingsdag. 5 mei 1945. Nederland bevrijd. Waar 5 jaar op moest worden gewacht. Wat waren de mensen verblijd. Ondanks de ellende die de oorlog hen bracht. 5 lange jaren van onderdrukking. Onbeschrijfelijk leed is er geleden. Dood en verderf waren niet gering. Bombardementen op vele steden. Jodenvervolging, gewelddaden, hongerwinter, gebrek aan alle dingen. Veel verzetstrijders verraden, soldaten die kwamen en gingen. Pijn, verdriet en angstige jaren. Het was een hele moeilijke tijd. Miljoenen hebben dit ervaren, toch verloor Duitsland de strijd. Nu 70 jaar bevrijding gedenken. Dat er nooit weer oorlog zal ontstaan. Mogen God ons blijvende vrede schenken, zodat wij veilig verder mogen gaan. Laten we de bevrijders blijven waarderen en zij die hun leven lieten in de strijd, blij dat we er nu in vrede mogen verkeren en dankbaar mogen leven in vrijheid. Met de gedachte dat de bemanningsleden van toestel MZ-297 hun leven hebben gegeven voor de vrijheid waarin we nu al 70 jaar mogen leven, heeft de heer Vos een wens. Een gedenkteken, op welke manier dan ook. Op de plek waar het vliegtuig op 17 juni 1944 neerstortte. De plek waar de 7 bemanningsleden hun leven gaven voor de vrijheid. Ik vind dat op zijn plaats. Maar de gemeente schuift erop dat er geen geld is. Nou, er zijn wel andere dingen wat dan uitgesteld kan worden. Dit had al veel eerder moeten gebeuren. Maar ja, zo denkt niet iedereen erover. Maar ik vind dat het hoort. En wat hoopt u dan uiteindelijk daarmee te bereiken? Nou, dat die jongens er een leven gegeven hebben. Kort gezegd. Het moet in herinnering blijven. Wat er gebeurd is allemaal. Dat beoogt mij.